In deze film komen de vier thema's aan bod waarbinnen ons onderzoek plaatsvindt. Per thema werkt een promovendus met zijn of haar onderzoek aan ons gezamenlijk doel: het stoppen van de progressie van MS. Wij zijn hier op de afdeling pathologie. Dat betekent dat wij hier weefsel bestuderen. En in dit geval gaat het om weefsel van overleden patiënten met MS. En dat doen we op een hele speciale manier, namelijk door het weefsel te selecteren met behulp van de MRI. De ziekteprocessen die plaatsvinden in de hersenen van mensen met MS kunnen we hier nabootsen in het laboratorium met verschillende modellen. We zijn inmiddels in staat om een soort mini-hersentjes te maken die we kunnen kweken in kweekbakjes hier in het laboratorium. En die kunnen we dan blootstellen aan stoffen die lijken zodat ze de ziekte gaan induceren in deze hersenen. En op die manier kunnen we nieuwe aangrijpingspunten ontdekken, maar ook verder bestuderen voor nieuwe medicatie. En we kunnen ook kijken wat de effecten zijn van mogelijke behandelingen die er nu al zijn in de kliniek. Een MRI-scanner is een prachtig apparaat waarbij je binnen in de hersenen kan kijken en dingen kan zien die je op röntgenfoto's en CT-scans niet ziet. Met een zogenaamde functionele MRI-scan kun je laten zien wat de hersenen aan het doen zijn. Zelfs zonder dat je een taakje uitvoert zijn er allerlei achtergrondprocessen die spelen. Daarmee kun je de hersenen als een soort netwerk ontrafelen en kijken of niet alleen de structuur bewaard blijft, maar ook de functie nog eens zoals die zou moeten zijn. Om die netwerken dus in kaart te brengen, daarvoor hebben we hele geavanceerde scans nodig. Je kijkt bijvoorbeeld naar hoe hersengebieden met elkaar praten of hoe hersengebieden ook echt fysiek met elkaar verbonden zijn en wat voor schade is er dan. En als je dan kijkt wat er gebeurt bij MS, dan zie je dat hersengebieden heel anders met elkaar gaan praten. En op een gegeven moment kan dat netwerk helemaal instorten als mensen echt heel erg veel last krijgen van de ziekte. Het MS-centrum Amsterdam heeft een enorme verzameling aan lichaamsmateriaal van patiënten, maar dat is nog verre van compleet. We hopen door meer follow-up van meer patiëntengegevens en lichaamsmateriaal zo compleet mogelijk te verzamelen, waar uiteindelijk patiënten steeds beter, steeds meer op maat, steeds gerichter kunnen behandelen met effectieve therapie, met een zo klein mogelijke kans op bijwerkingen. We hebben inmiddels al een aantal biomarkers gevonden waarmee wij hersenschade kunnen meten. En daarnaast hebben we ook andere veelbelovende biomarkers gevonden waarmee we de progressie van MS kunnen monitoren. Patiënten kunnen voorafgaand aan hun jaarlijkse controle online allerlei vragenlijsten invullen en daarin hun klachten kenbaar maken. Aan het einde van die vragenlijst kunnen ze ook aangeven waar ze specifiek aandacht aan willen besteden tijdens dit consult, zodat wij zorg op maat kunnen leveren. Dit maakt de zorg niet alleen efficiënter, maar vooral ook waardevoller en persoonlijker voor de patiënt. Naast de zorg doen we ook wetenschappelijk onderzoek op preventiegebied. Dat onderzoek richt zich vooral op het lopen. We onderzoeken of interventies kunnen helpen om de patiënt beter te laten lopen en langer te laten lopen. We doen onderzoek gericht op het verminderen van vermoeidheidsklachten bij MS, om ze daardoor beter in staat te stellen deel te nemen aan het dagelijks functioneren. En we doen onderzoek naar cognitieve klachten, om die beter te begrijpen en ook behandelingen te gaan ontwikkelen om die cognitieve klachten te verminderen.